Het is altijd positief als je jezelf bent. Het leven is net de vacature voor bicultureel talent. Die zwart-witte wereld mag beschreven met de kleurrijke pen. Een variant op een visie is iets dat ons klaarblijkelijk verwendt. Maar als we toch wassen, mag het dan een bonte meer zijn. Redactie, even actie. Als het goed is, is dit een leerplein. Een spiegel die laat zien wat er gebeurt. Behalve dat, de maatschappij is echt gekleurd. Moslims worden automatisch verbonden aan terreur. Mensen worden zwart gemaakt om verschijning en huidskleur. Om te veranderen moet je meespelen. Gekleurde kaarten opnieuw verdelen. Je ziet een kans en gaat naar de balans op zoek. Maar kan dus terechtkomen bij een krant in de Turkenhoek. Helaas, je hebt de goede kleur, maar we zoeken naar groen. We kunnen in dit geval niet zoveel voor je doen. Je was hier alleen omdat je Turk bent. Niet vanwege je inzicht of omdat je durf hebt. Of een beeld durf neer te zetten, gelezen vanuit een ander boek. Nee, nog steeds die ene gast in die zielige Turkenhoek. Choose your battles. Wanneer voeg je iets toe? Dit vind je belangrijk. Dan word je minder snel moe. Moeilijk, hè? Achtergrond achterhouden. Emoties komen er bovenop. Ik moet lijden of zwijgen en word in een hokje gestopt. Als je wel, of je wel reageert of niet, het is sowieso verkeerd. Er wordt geprotesteerd hoe je ook presenteert. Je integreert verkeerd, tenzij je assimileert. Doe ik het wel goed? Goed, waar komt dit dan op neer? Collega's corrigeren om wat er wordt gezegd, word je niet in dank afgenomen, want hun woord is wet. We gaan nergens komen zonder wederzijds respect. Er klinken altijd meerdere stemmen als bij het blinde vlekkenkwartet. Frame the other. Zie een foto van je pa zomaar gehaald van Facebook over radicaal salafisme, alsof hij daaraan meedoet. Als je voor elk voorbeeld een snoepje krijgt, dan ben je heel lang zoet. Een correlatie in communicatie, zolang je dat niet in de ban doet. Moslims zoals wij, een bijzonder voorbeeld. Moslims zoals wij zijn verdeeld. Iedereen heeft een eigen blik, een eigen oordeel. Als we juist dat verduidelijken, is het duidelijk dat het doorspeelt. Weet je wat pas hard is? Soms beschrijven ze kleurlingen als dieren bij Artis. Eigenlijk telt de grote meerderheid gewoon niet mee. En paradepaardjes zie je bij de NRC op pagina 2. Het is nog niet heel goed, maar het wordt steeds beter. Laten we in de actualiteit de tijd niet vergeten. Het is jammer dat je alleen afkomst en ras ziet. Je zou wel moslim zijn. Je draagt de naam Rassid. Nu zoeken redacties actief en tactisch naar diversiteit. Sommigen snappen het begrip en daardoor ook hun eigen stap niet.